Nou, een jaar of 10, 15 geleden waren we nog een paar boeren op zoek naar alternatieven. Op dat moment teelden wij allemaal de gewone tarwe, voertarwe, lage prijzen. En toen dachten we, ja, dat moet toch anders kunnen. We hebben onze eigen omgeving gekeken. Nou, we zijn beroemd om onze vlaaien. Er wordt heel veel bier gedronken en bier gemaakt in het Zuid-Limburgse. Nou, waarom geen brouwgers voor onze bieren en eigen graan voor onze vlaaien? En in de zoektocht naar een speciaal graansoort kwamen we bij spelt uit. En nader onderzoek toonde aan dat het toch wel een heel bijzondere graansoort is. En dat blijkt nu ook wel. Wat is het verschil tussen spelt en tarwe? Nou, uitwendig is het verschil dat spelt gewoon ruwer is. Het is de huidige graansoorten zijn mooi egalig. Dit is gewoon een ruw gewas. Het is nooit verbeterd. Het is altijd zichzelf gebleven. Mm-hmm. Dus dat is één ding. En het tweede grote kenmerk of grote verschil met tarwe is dat je spelt als het ware twee keer moet dorsen. Nou kijk, als je naar de aar kijkt, ja, dan zie je in feite geen korrel. En dat betekent die spelkorrel die is helemaal ingepakt door drie kafjes. Mm-hmm. En als je het gaat vergelijken met de gewone tarwe, die is maar ingekapt door één kafje. En daardoor kun je de huidige graansoorten veel gemakkelijker dorsen. En spelt niet. In feite, dit is wat we dorsen. En daar moet dus eigenlijk. En daar zitten nog twee korrels in. Oké, dus dat schilletje wat er nu nog omheen zit, dat moet er nog vanaf? Dat moet er nog vanaf. Dat krijgen we met de maaidossen er niet af. Dus dat is gewoon een groot probleem. Het was de eerste jaren toch wel risico's nemen. En het is ook eens vaker mislukt. Maar gelukkig hebben we dat nu redelijk goed in de hand. En het loopt vrij goed. Inmiddels weten we hoe de keten werkt. We hebben goede contacten met bakkers, onder andere met Frank. Daar zijn we van het begin af aan mee opgetrokken. En altijd met hem in overleg van, is de graansoort goed, kan het nog beter en gaan zo maar door. Dus dat is een heel leuke route geworden. Dit is de spelt waar Frank van Eert in de Bisschopsmolen zijn brood van maakt. En daar rijden de jongens in de Tour de France nu op dit moment. Die rijden daar super op. Volgens mij dankzij de spelt. Ja. Hoewel het ook uitstekende renners zijn. Maar het is toch bijna geen toeval meer. Kijk je daar als teler extra trots naar op dit moment? Ja, zeker, wij vinden dat geweldig. En wij gaan ook Laurens van Damme in september ontmoeten. En dat vinden we hartstikke leuk. Het voegt wat toe. Je weet waar je het voor doet. En het is leuk om contacten te hebben met de consument. De meeste mensen in de omstreken weten dat we spelt telen. Nou, je krijgt er allerlei vragen over. Ze gaan hier bij bakkers in de buurt gaan ze de spelt halen die hier geteeld wordt. Nou ja, dat is gewoon leuk. Ja, het is allemaal niet van ver weg. Het is uit de buurt. Je weet wie het doet. Je weet dat het eerlijk gebeurt. En voor een eerlijke prijs.